Ga ik even kort vertellen, nog even goed vertellen van wat God voor mijn vader heeft gedaan, perspectief vanuit zijn kinderen, zeg maar. God, ik leg deze momenten in uw handen, wilt u tot ons spreken, wilt u door mij spreken, Vader God, dat ik verdwijn en dat u vervuld zal worden, vermenigvuldigd zal worden in deze, op dit moment, Vader, neem de eer, neem de plaats, Vader, dank u voor de genezing, dat als vele mensen deze getuigenis zullen horen, dat ook zij, Vader, hun geloof versterkt zullen worden, hun geloof bemoedigd zullen worden, dat zij zullen zien van ja, er is een God, Vader, die geneest, er is een God die, Vader Jezus, openbaart, er is een God, Vader, want God, vele mensen denken dat u slaapt, maar u slaapt niet, u bent wakker, u bent hier, u regeert, u bent aan het werk, Vader God, voor alle mensen die u roepen, u openbaart ons, Vader, wat we moeten doen om de vergevenis te vragen, om de genezing te ontvangen in ons leven, Vader. En daarom ben ik zo dankbaar. Raak de hart van de mensen aan, Vader. Dat ieder die deze boodschap al zullen horen, automatisch de genezing zullen krijgen en ontvangen in hun leven, Vader God. Doordat zij ook een getuigenis zullen zijn voor velen in hun omgeving. In de machtige naam van Jezus. Dat de kracht van de Heilige Geest nu al aan het werk zal gaan, Vader. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Nou, ik wil even kort een getuigenis geven van wat God in mijn vaders leven heeft gedaan. Deel dit met vrienden, familie, kopiëren mag. Je mag dit aan iedereen delen die je wilt. Even kijken. Mijn vader, ik weet, zeg maar, van zover ik weet was mijn vader heel erg ziek. De getuigenis van mezelf, wat ik vandaag in de kerk heb mogen vertellen, is het volgende. Over mezelf heb ik verteld van toen ik, zeg maar, ik denk 15, 16 jaar was, ging ik met een vriendin van mij ging ik zwemmen. We gingen zwemmen bij het zwembad, niet wetende dat ik geen zwemdiploma... Ja, ik had gewoon geen diploma's, maar ik maakte mij niet druk. Ik denk, oh ja, gewoon zwemmen, het is leuk, gezellig. We gingen zwemmen in een zwembad in Den Bosch. Ik ging mee met mijn vriendinnetjes, mijn buurmeisjes. En op een gegeven moment, ik kon niet zwemmen, dus ik ging in het begin eerst niet in de diepe, zeg maar. En even later gingen hun met z'n allen in de diepe. En je weet, als kleine kind wil je heel graag doen wat anderen ook doen. En je wilt graag meedoen met de crowd, je wilt graag meedoen met wat we aan het doen zijn. Dus op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik ga ook gewoon mee naar de diepe. Ik ga gewoon met hun zwemmen. En dan ga ik gewoon zien, oh, het is leuk, gezellig. Je bent een kind, je gaat gewoon mee. Op een gegeven moment, dus ik was in het zwembad. Ik was meegegaan met hun in de diepe. Ik denk dat die bad 3 meter of 5 meter was, zeg maar. Ik ging met hun mee in het diepe. En ik had een luchtbel, een kussen, zeg maar. Een luchtbel die ik vasthield. En daar leunde ik op. Ik leunde daar op met 1 arm. En die andere arm had ik aan de zijkant vast. Dus zo bleef ik drijven met zo'n luchtspelletje, zeg maar. Zo'n luchtbel. Zo bleef ik drijven. En aan de andere kant, zeg maar, hield ik die zijkant vast. En de badmeester was daar. Hij stond daar. Hij was gewoon aan het kijken. En ik dacht, oké, cool. Deze meneer is hier. En hij checkt wel dit, dat. Op een gegeven moment, ik was gewoon een beetje, volgens mij water in mijn ogen, dit en dat. Ik was gewoon een beetje aan het slapen, zo, dit mijn ogen dicht. En op een gegeven moment, ik bevind mezelf midden op de bad. Midden op de bad van 3 meter diep. En toen, zeg maar, begon in één keer, kwam de paniek in mij. De paniek kwam, omdat ik weet, ik was nog klein, jong meisje. Ik weet dat er niks onder mijn voeten was. Ik kreeg angst, ik kreeg paniekaanval. En ik dacht van, ik ga mezelf zwemmen. Ik ga met 1 arm ga ik zwemmen. Aan de overkant, zeg maar. En dan kom ik er wel, weet je wel. Van, ik ga met 1 arm zwemmen. Dus ik probeerde, niet dat ik riep van, hey, tegen die man van, die badmeester van, hey meneer, wilt u mij alsjeblieft terugbrengen naar de zij? Ik weet niet wat er was, maar het was echt het moment dat de duivel mijn leven gewoon wou pakken. Dat de duivel mijn leven, zeg maar, wou nemen. Want wie weet zat ik hier niet voor jullie. Wie weet was ik hier niet op dit moment. Dus het feit dat ik dit overleefd heb, dat is gewoon Gods woord, maar daar kom ik zo op terug, zeg maar. Dus ik probeerde met 1 hand mezelf naar de kant weer te brengen, zeg maar, te zwemmen. Op een gegeven moment schoot de luchtbel schoot weg. De luchtbel schoot weg en ik bevond mezelf in één keer, bam, ik zakte gewoon in het water. Ik bevond mezelf midden op de bad. Ik was helemaal aan het paniek en zo, zeg maar. Ik begon te zinken onder water en die badmeester was daar voor mijn neus. Hij zag mij niet, hij hoorde mij niet. Echt super raar. Ik bevond mezelf midden op de bad en ik begon paniek te raken. En ik begon heel veel water op mij te nemen. Water, water. Je bent gewoon aan het verdrinken eigenlijk. Ik dacht altijd, dat is net als in een film. Want dan doe je zo, dat doe je zo vooruit. En dan kom je vanzelf vooruit. Want je hebt vast wel films gekeken hoe mensen zwemmen. Je denkt dat je gewoon zo doet en dan kom je vanzelf vooruit. Maar zo werkt dat niet.
En dat is een techniek die jij moet leren. Die jij leert van de lessen. Zeg maar, je moet die behendigheid. Ik weet dat vele mensen zichzelf hebben leren zwemmen. Maar ik kon echt niet zwemmen in die tijd. En het was inderdaad niet verstandig voor mij om daarheen te gaan. Maar ik deed zo en alles. Maar het lukte mij niet. Ik kwam niet vooruit. Ik kwam niet achteruit. Ik begon te zinken. En op een gegeven moment, ik weet nog de laatste wat ik nog... Ik kreeg heel veel water in mij. En wat ze zeggen voordat je doodgaat, klopt het. Ik zag mijn hele leven voorbij flitsen. Binnen 0,00001 seconde zag ik mijn hele leven voorbij flitsen. Het ging zo snel, gewoon zo. Net als Jezus zei in een oogwenk dat hij terug zal komen voor ons. Dat we meegenomen zullen worden. Dat is ook wat er met hem was. In een oogwenk, ik zag zo mijn hele leven voorbij flitsen. Vanaf dat ik klein was, dit en dat en zo. En het laatste wat ik nog kon denken in mijn hoofd op dat moment was: Jezus, help mij. Ik zag en toen ging ik knock-ie. Maar voordat ik knock-ie ging, was het laatste was: Jezus, help mij. Dus Jezus was de laatste ding wat ik nog in mijn gedachten had. En op een gegeven moment, ik zag zo'n wit licht. Ik zag een wit licht allemaal. En voor mijn gevoel zag ik, zeg maar, dat er een hand was die mij zo greep. God, dit is de getuigenis dat ik in mijn hoofd heb. Als ik het anders heb, God, over deze stuk. En het klopt niet, vergeef mij, maar ik kan me dit herinneren, zeg maar. Dat ik een wit licht zag en dat ik een hand zag die mij zo wegtrok. En op een gegeven moment was ik oud, was ik knock-ie. En ik word in één keer wakker aan de zijlijn van de zwembad. Ik word wakker en ik weet dat ze mij... Ik zag dat ze mij, zeg maar, dat er water uit mijn mond kwam en mij aan het reanimeren was. Op het moment dat ik aan het denken was van: Jezus, help mij, die vriendinnen van mij, ze waren naar een hele andere bad gegaan. Ze hadden mij daar waarschijnlijk gelaten of vergeten, ze waren naar een andere bad gegaan. Maar die buurmeisje voor mij, zij heeft zwemdiploma's, reddingsdiploma, dit en dat en zo. Op een gegeven moment, zeg maar, bij haar ging er iets in haar hoofd van: ik moet haar gaan zoeken, weet je wel. In één keer dacht ze aan mij, van: ik moet haar gaan zoeken. Kom, zij vertelde mij haar verhaal, zeg maar, weet je wel. Dus zij kwam zo, ze ging zoeken, ze dook in. Zij heeft mijn leven gered. Die badmeester heeft mijn leven niet gered. Zij heeft mijn tenminste, zij dook in het water om mij te grijpen. Ik weet niet wie mij gereanimeerd, al die mensen die daarheen stonden en zo. Dus zij dacht in één keer aan mij, terwijl ik dacht van: Jezus, help mij. En die badmeester was voor mijn neus en die zag niet en die was gewoon aan het verdrinken daar zo. En op een gegeven moment, ik kan me herinneren dat ik, zeg maar, ik was letterlijk dood gegaan. En ik kwam terug. Ik vertel het nu omdat ik vandaag al genoeg gehuild heb. Dus ja, dat is heel erg emotioneel gevoelig voor mij. Maar ik heb al zo vaak gehuild vandaag. Maar ik was letterlijk dood gegaan. En op een gegeven moment, ik word wakker. Ik weet hoesten, water uit mijn hoesten. En toen vertelde ze wat er gebeurd was. En ik begon toen ook, zeg maar, te huilen. Ik was zo in shock. Ik was zo paniek. En zo heb ik eigenlijk die angst gekregen voor water. Ik kan nu wel zwemmen, maar ik ben echt heel bang voor water. En ik ga nog wel zwemmen, maar dat komt goed. Maar in één keer brachten ze mij weer aan het leven. Dus ik was dood gegaan en ik kwam weer tot leven. En ik zag mijn leven al voorbij flitsen. Dat is letterlijk, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt in je leven. Net voordat je doodgaat, de laatste momenten, zeg maar. Ik zag mijn leven voorbij flitsen. En dat was het, zeg maar. Toen was ik gewoon gone. En dus ik zag mijn leven voorbij flitsen en toen was ik gewoon gone. En Jezus bracht mij terug in het leven. Want het laatste wat ik nog kon denken was: Jezus, help mij. En toen was ik weg. En Jezus heeft mij geholpen. Waarom vertel ik dit? Omdat het getuigenis van mijn vader aansluit op de getuigenis wat met mij in mijn leven is gebeurd. Want de duivel wel wist hoe mijn toekomst eruit zou zien. Hij wist, hij zag het boek. Hij wist dat ik over een tijd nu, niet weten dat ik nu voor jullie zal staan. Om deze getuigenis te vertellen. Om bijbelstudies te doen. Om een christelijke groep op te zetten. Om dingen wat ik nu betekent voor mijn stad, voor mensen, dat ik op dit moment hier zal staan om jullie, om dingen voor God te gaan doen, zeg maar. Hij wist dat God mij zal gebruiken om zeg maar, wonderbaarlijke dingen te doen. En hij wou mijn leven al nemen, want in die tijd, ja, ik ben gelovig opgevoed, beide ouders gelovig, maar ik was nog niet zo sterk in mijn geloof. Ik was 1 been in en 1 been out. En ik was ook nog kind, puber net, rebels. Als ik die tijd was overleden, dan weet ik dat ik weet niet zeker waar ik naartoe zou zijn gegaan. Ik denk niet of de hemel of de hel, ik weet het niet op dat moment. Dus mijn leven was niet zeker. Ik denk niet dat ik naar de hemel zou gaan, want ik was toen nog een beetje opstandig, dit en dat. Want de duivel valt altijd gezinnen aan, kinderen aan, van pastoraal, omdat ze weten van wat God in hun leven kan doen, zeg maar.
De duivel wil mijn leven ombrengen. Hij wil mijn leven afpakken. Maar Jezus zei, het is nog niet jouw tijd. Het is nog niet de tijd voor jou om te gaan. En zodoende sta ik hier vandaag voor jullie om deze getuigenis te vertellen. Mensen kunnen plannen wat ze willen. De wereld kan plannen wat ze willen. Het staat in Spreuken 29, vers 26. Veel mensen verwachten hun hel van de hoge plaatsen. Maar de Heer heeft het laatste woord. Jezus had het laatste woord. Jezus had het laatste woord in mijn leven. Hij dacht, dit is nog niet jouw tijd. Want ik heb nog plannen met jou, mijn dochter. Ik heb nog plannen met jou. En de plannen van de Heer zijn geweldige plannen. Ik wist niet dat mijn leven zo zou worden vandaag. Ik wist niet dat ik terug zou keren zo bij de Heer als dat ik ben vandaag. Dat ik zo sterk zou zijn. Dat ik zoveel zou betekenen voor mensen zoals ik vandaag. Maar de duivel zag dat en hij wou mijn leven voor mij afnemen. Vanuit mijn geboorte al. Als ik niet geboren was, een bepaalde tijd zou ik en mijn moeder overleden zijn. Vanaf toen al, maar het is hem niet gelukt. En toen dacht hij op een middelbare leeftijd, maar het is hem niet gelukt. Hij dacht op een volwassen leeftijd, maar het is hem nog steeds niet gelukt. Want God heeft het laatste woord in mijn leven. En waarom zeg ik dit? Om jullie te bemoedigen van, maakt niet uit waar je doorheen gaat, welke situatie je jezelf zou bevinden. Zolang God niet het laatste woord heeft gezegd over jouw situatie, over jouw leven, weet gewoon van, het is nog niet voorbij. Want mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar God, Jezus Christus, heeft het laatste woord. Vertrouw op hem, want hij is letterlijk, waarom dacht ik aan Jezus en hij heeft mij gered? Ik was dood, ik was weg, ik was klaar. Maar Jezus heeft mij gered. Ik weet dat een paar weken later een goede vriend van ons, want vroeger zat ik in een dansgroep met vriendinnen en zo en mensen uit mijn buurt in de klas. Uit mijn buurt, zeg maar. En er was één jongen, Oussin, zeg maar. En hij was een hele lange jongen. En hij was bij ons in de danscrew. En hij was de enige jongen. En wij deden onze dansmoves. En hij was degene die achter zo deed. En het paste precies gewoon. Het was zo leuk. Van dat krijg ik wel weer tranen. Hij was zo leuk. Het was zo leuk om deze groep te zitten. Het was zo leuk om, zeg maar, toen met mijn jeugdvrienden, weet je wel. Maar op een keer, dat was een paar weken later, deze mensen, ik hoorde het verhaal, ze gingen zwemmen bij de Waal. En er was een jongetje die aan het verdrinken was. Deze jongen sprong de Waal in om hem te redden. Hij heeft deze jongen gered, maar hij is zelf meegesleurd door de golven en hij is overleden. En besef dat wij nog een wedstrijd hadden, dat we dit en dat hadden en dat deze jongen in één keer weg is. Hij is gewoon in één keer weg. Dit had ik kunnen zijn. Ik vraag me altijd aan God. Hij heeft iemand gered en hij is zelf meegenomen. Maar God heeft mijn leven gespaard. En kijk wat er met deze jongen is gebeurd. Zo'n lieve jongen, zo'n goede jongen. En dan denk ik van, wie ben ik, God? De dingen kunnen zo anders gaan. Waarschijnlijk was het wel zijn tijd. Waarschijnlijk was het, wie weet wat het was. Ik kan het niet zeggen op dit moment. Maar Gods genade over mijn leven op dat moment. Ik kan alleen maar vrezen voor God. Ik kan alleen maar ik kan alleen maar, zeg maar, geloven nog meer in God. Omdat ik weet dat mijn leven te leen is. Dat hij mij gered heeft van de dood, van de verdrinking. En iemand anders heeft deze verdrinking niet overleden. Ik weet niet of hij God in zijn hart had of niet. Maar het was zijn tijd. Het was niet mijn. Het was zijn tijd op dat moment. En ik bid God dat zijn ziel bij Jezus is. Want hij heeft een goede daad verricht. Maar we misten dat plek in onze team. We misten dat gaatje, dat plek gewoon van. Hij was zo belangrijk voor onze groep, voor onze dansgroep. Ik heb nog video's met hem. Van vroeger, zeg maar, op mijn oude YouTube-account. Hij was zo belangrijk voor onze groep. En in één keer was hij er niet meer. In één keer was hij gone. En dat is echt, echt heel erg. Echt heel erg. En wie ben ik, God, dat u mij gered hebt van deze situatie. En daar dank ik God elke dag voor. Ik prijs God, ik dank hem. Voor mijn getuigenis. Ik dank hem dat hij mij gered heeft. Ik dank hem dat hij mij een kans heeft gegeven in deze leven. Om hier te zijn. Dat hij nog één woord heeft gezegd. Dat hij de eindsituatie van mijn leven heeft bepaald. En als dat niet het geval was. Dan weet ik niet waar ik zou zijn. Ik zou waarschijnlijk naar de hel zijn beland. Maar God zag dat het mijn tijd niet was. En hij heeft mij nog één kans gegeven. En daar wil ik hem danken. En eren en prijzen voor. En dat is precies hetzelfde getuigenis wat er met mijn vader is gebeurd. Ik weet dat mijn vader naar Afrika ging. Toen hij terugkwam, was hij in één keer heel ziek. Hij was ziek. Hij had overal pijn aan zijn lichaam. Dit is wat ik vandaag in de kerk ook vertelde. Hij had overal pijn in zijn lichaam. Pijn, weet je wel. Mijn vader was zo dun. Hij was zo mager. Hij was zo afgevallen.
En hij ging naar de dokter, want wij zagen hem. We denken, papa, wat is er aan de hand? Zo kennen we jou niet. Zo dun, zo mager, zo. We kenden hem niet. We wisten niet wat er met hem aan de hand was. 2 maanden lang had hij deze pijn in zijn lichaam, aan zijn bot, aan alles. Gewoon deed pijn. Ziekenhuis in en uit. Bloedprikken, onderzoek dit, onderzoek dat. Wacht op onderzoek. Ik belde mijn vader altijd. Die ging heel vaak op bezoek. Ik belde mijn vader altijd. Ik zeg, pap, weet je al wat het is? Weet je al wat het is, zeg maar. En hij vertelde het niet. Hij zei, ja, ik wacht nog op uitslag. Ik wacht nog op uitslag. Dit verhaal heeft hij mij volgens mij 1 maand geleden verteld. We zijn nu in maart, zeg maar. Hij heeft mij 1 maand geleden heeft hij mij dit verteld. Want hij hield al die tijd deze ding voor hemzelf, zeg maar. Nu hij de zegening en de verlossing heeft gekregen, heeft hij ons dit verteld. Dus dit is zijn verhaal dat ik even uitleg aan jullie nogmaals. Dus al die pijn, bloedprikken, dit, dat en zo. Op een gegeven moment werd hij opgeroepen in het ziekenhuis in Den Bosch om een diagnose te doen. Dus hij ging, zeg maar, naar het ziekenhuis in Den Bosch, naar het grote ziekenhuis, om een diagnose te doen. Hij ging zitten, dat is wat hij vertelde. Hij ging zitten bij die arts en die zei tegen hem, meneer, ik heb slecht nieuws. Onmiddellijk zei mijn vader, nee, geen slecht nieuws, goed nieuws. Die man zegt, meneer, ik heb echt slecht nieuws voor u, weet je. Mijn vader zegt, nee, goed nieuws. Die dokter liet hem zien, zeg maar, foto's van zijn scan, want hij heeft een RME-scan gehad, van zijn lichaam, van zijn botten. Zijn botten waren helemaal verschroeid. Zijn botten waren helemaal kapot. Zijn botten waren gewoon helemaal stuk, zeg maar. Echt stuk kapot gewoon. En hij en mijn moeder keken elkaar aan, want mijn moeder, hij zei, ik zag gewoon haar brokenheid in haar ogen. En het was gewoon, zeg maar, zijn botten waren er gewoon bijna niet meer. Die arts zegt tegen hem, meneer, ik moet u vertellen, we hebben geconstateerd dat u botkanker heeft. Hij en zijn vrouw, zijn moeder keken elkaar aan. Mijn moeder was helemaal kapot, want de foto die ze zag was afschuwelijk, verschrikkelijk. En die dokter, die arts zei tegen hem, over een maand, vandaar dat uw botten, want mijn vader was heel mager dun geworden. Hij zei, vandaar dat uw botten zo is, zeg maar. Vandaar dat uw botten, dat u zo zwak bent en zo. U heeft nog 1 maand. En over een maand, zeg maar, zal u niet meer kunnen lopen. Zal u echt gehandicapt worden in een rolstoel lopen. En over 2 maanden zult u sterven. Zult u niet meer zijn. Dit is wat de arts zei. En mijn vader onmiddellijk, hij verwierp deze gezegde, deze woorden van deze arts. Hij zei gelijk van, nee, ik ga niet sterven. Ik zal niet sterven, want God heeft nog niet het laatste woord gezegd in mijn leven. Dus de arts zei, maar meneer, u weet wel hoe ernstig deze situatie is. Dit en dat en zo. Niemand herstelt van dit, zeg maar. Mijn vader zei tegen die arts, nee. Ik ga niet sterven. Ik zal leven. Want God, mijn God is sterker. Hij heeft nog niet het laatste woord gezegd. Op een gegeven moment hebben zij tegen die arts, meneer, dan moet u eens luisteren. God heeft mij genezen van hepatitis. Dat is ook een ziekte die niet genezen is. Ik was dood gegaan. God bracht mij terug in het leven. Want wat ik zei, dat was met mij. Het was zijn tijd nog niet. Niemand geneest van hepatitis. Binnen 1 klap toen hij zag dat hij weg was, wil je uitgebreid die overlezen. Mijn moeder heeft hier gekondigd. Het staat dadelijk allemaal op YouTube. Hij was weg. Hij komt terug, zeg maar, van het leven. Hij zag dat hij weg gaat. Vliegt dit, dat. Diegene zei nee. Onmiddellijk toen ze de deur weer sloten voor hem. Van zeggen nee, het is nog niet jouw tijd. Was hij teruggekomen in het leven. En toen, alle ziekten. Alles, hepatitis. Alles. Ga maar googlen wat het is. Alles was in 1 keer weg. Hij zei, God heeft mij genezen van hepatitis. God heeft mij genezen van corona. Want die jaar daarvoor heeft hij corona gehad. Hij was 10 dagen in coma. Zijn leven was gewoon, hij was ook weer dood gegaan. En God heeft hem teruggebracht. Hij was in het ziekenhuis in Afrika. Alle mensen die met hem waren in die ruimte zijn allemaal overleven. De enige persoon die uit is gekomen, levend, is mijn vader. Alle mensen die met hem in het ziekenhuis waren, zijn allemaal gestorven. Die met hem in die ruimte zaten. Want het was zo'n open ziekenhuis met heel veel andere mensen. Allemaal coronapatiënten en zo. Al die mensen zijn overleden. De enige die terug is gekomen, die levend daaruit is gekomen, is mijn vader. En die arts die hem daar verzorgde, hij was zo vol bewondering. Hij zegt, meneer, u bent die arts toen hij corona had. U bent echt een man van God, hè? Die arts heeft daar zijn leven gegeven aan Jezus, omdat hij zo onder de invloed, de bewondering was van wat Jezus heeft gedaan in zijn leven.
En even later belde hij mijn vader van... Hij heeft zijn leven onmiddellijk aan Jezus gegeven. Hij belde mijn vader van... Ik en mijn vrouw kunnen geen kinderen krijgen. Mijn vader bad voor hem aan de telefoon. En een paar maanden later belde hij mijn vader... Zijn vrouw was onvruchtbaar, zeg maar. Ze konden geen kinderen krijgen al heel lang. Maar doordat hij zijn leven aan Jezus heeft gegeven... Geloof had gekregen, de wonder had gezien van wat God in mijn vaders leven heeft gedaan. Letterlijk iedereen om jou heen gaat dood. Mijn vader zei, hij zag iedereen links en rechts overlijden. Maar God heeft hem weggetrokken uit die dood. En die man belde hem later van, mijn vrouw is zwanger, we hebben een kind. Zo'n krachtige geloof, zo'n overtuiging was het, zeg maar. God heeft via mijn vader die persoon leven veranderd, zeg maar. God heeft zijn leven veranderd, maar door de getuigenis van wat hij voor mijn vader heeft gedaan. Dus, hij zei tegen mijn vader, zei tegen die arts in Nederland, van God heeft mij van hepatitis genezen. God heeft mij genezen van corona. Dus wat u zegt, dat ik nu kanker heb, dat zal geen effect hebben op mij. Want mijn God, als God mij genezen heeft van al die verschrikkelijke dingen, zal God mij ook genezen van dit, zeg maar. En die arts zegt, nou meneer, weet je wel, ik geloof het niet. Want dat kan niet, dat is gewoon een ongeneeslijke ziekte. Vele mensen krijgen dat, maar die worden niet genezen. Mijn vader zegt, u zult het zien. Weet je wel, die arts zegt tegen mijn vader, je moet chemotherapie gaan volgen. Mijn vader zegt, nee, ik ga geen chemotherapie volgen. Ik ga geen chemotherapie nemen. Ik ga genezen door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van God. Zolang God niet het laatste woord heeft gezegd in mijn leven, zal ik genezen, zeg maar. Maar als u medicijnen hebt, wil ik die best nemen. Maar ik ga niet in de chemotherapie. Nee, niks daarvan. Die arts zegt, want het is vrijwillig. Die arts zegt, nou oké, prima, dit, dat. Hij schreef hem die medicijnen die hij op kon halen bij zijn eigen dokter. Eenmaal bij zijn dokter, ook daar. En toen zei die dokter, die pakte dat blaadje, die alles wat hij had gezien. Die dokter begon met zijn hoofd te schudden. Hij zegt... Meneer, wat een verschrikkelijke nieuws voor u. Dat u dit en uw familie moet meemaken. Mijn vader zegt, nee, het is niet verschrikkelijk. Het is goed. Mijn vader zegt, het is niet goed. Het is positief. Het is goed. Maar die arts zei, ja, ik snap wel dat u zo reageert. Dat u zo voelt dit en dat. Maar het is echt een verschrikkelijk. Mijn vader zegt, nee, het is geen verschrikkelijk nieuws. Want God gaat mij genezen, zei mijn vader. Ik zal genezen worden van dit. Die dokter zegt tegen hem, van, meneer, ik ken niemand. Mijn jaren als dokter. Ken ik niemand die ooit genezen is van deze ziekte. Als u, God, u gaat genezen van dit, zei die dokter. Als u genezen wordt van dit, door uw God, zal ik de eerste zijn die een boek... Ik ga een boek over u schrijven en ik ga het ook publiceren over u. Mijn vader zegt, u zult die boek gaan schrijven. Zodoende heeft mijn vader die medicatie genomen... Hij zei, dankjewel, God, ik snap dat die dokter zei, je moet wel de ernst zien, dit, dat. Hij zei, ja, dokter, bedankt. God heeft ervoor gezorgd dat u de dokter bent, zodat u deze diagnose kon zien. Maar de rest, zolang God niet de laatste woord heeft gezegd, is aan mijn God, zeg maar. Mijn vader heeft zo'n sterke geloof. Dit is een geloof dat wij allemaal moeten hebben, wat Jezus zei van, als jij zegt, jullie geloof zullen zo sterk zijn, dat jij zegt tegen bergen, vaal neer, dit, dat, beweegt, dat bergen ook letterlijk gaan bewegen. Omdat jij geloof hebt die zo sterk is. Dit is de geloof die Jezus bedoelde. Maar dus toen hij kreeg die medicatie, hij ging naar huis. Hij ging al niemand vertellen. Alleen hij en zijn vrouw, mijn moeder. Dus ze begonnen te bidden. Ze raakten in gebed, dit, dat en zo. En God bracht in hem, zeg maar, om vergevenis te vragen. Want dat heeft mij ook geholpen in mijn leven. Want ik heb mezelf ook echt moeten onderzoeken. Dat hij vergevenis moet vragen. Want er zijn mensen in je leven van wie jij denkt van... Ik heb vergevenis gevraagd of gekregen. Maar hoe dan ook, je hebt ze uit wrok, zeg maar... Heb je ze nog niet helemaal vergeven. Je hebt ze nog niet helemaal weggehaald uit je hart of uit je leven. Omdat je nog steeds denkt, oké, ik heb je vergeven... Maar ik wil niks meer met jou te maken hebben. Ik hoef diegene niet te zien, niet te spreken. Het is klaar. Maar dat is ook niet goed. Want Jezus heeft gezegd in Johannes, in Matthäus 6, vers 9... Jezus heeft ons geleerd hoe wij moeten bidden. Daarin staat van, aan het einde van die vers. Vergeef ons onze schulden. Wat wij verkeerd hebben gedaan, zoals wij ook andere mensen vergeven. Dus jij vraagt elke dag, God vergeef mij voor mijn zondes, dit, dat. Jij verwacht in jouw hart, jij weet dat God jou moet vergeven. Zonder dat jij, zeg maar, andere mensen ook vergeeft voor wat hun hebben gedaan. Hoe kun jij vergevenis vragen aan God?
Terwijl jij zelf, zeg maar, in jouw hart andere mensen niet hebt vergeven. Sorry, ik moet even iets controleren. Hoe kan jij vergevenis vragen aan God, zeg maar, om God te vergeven, om jou te vergeven voor jouw zonde, terwijl jij andere mensen in je hart hebt die jij niet hebt vergeven? Dat is dus een beetje egoïstisch, zeg maar. Want jij verwacht dat God jouw zondes gaat vergeven. Jij verwacht dat God jou gaat genezen, jouw zondes gaat vergeven. Maar je hebt bepaalde mensen die jij hebt gezworen in jouw leven dat je nooit meer met hun zou praten. Dat je nooit meer met hun contact zou hebben. Dat je nooit meer een woord tegen hun gaat zeggen. Waarom? Omdat jij die wraak en die vloek nog steeds in jouw hart hebt. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet wat God van ons verwacht. Wij moeten vergevingszinnig zijn. We moeten vergeven. We moeten mensen vergeven voor wat zij... ik moet even iets gaan controleren. Ook we moeten die mensen vergeven voor wat zij ons hebben aangedaan. Even kijken. Ik zal de toch knippen plakken. Dus wij moeten die mensen vergeven die ons ook, zeg maar, verkeerd hebben gedaan in ons leven. Want dat is heel belangrijk. We kunnen niet egoïstisch zijn en denken dat we, zeg maar, alles kunnen doen en maken. Momentje. En alles kunnen doen en maken wat we maar willen. Ik moet even kijken of het geluid goed is. Dus wij moeten ook al die mensen vergeven die ons verkeerd hebben gedaan. Dan ga ik verder. We moeten al die mensen vergeven die ons ook verkeerd hebben gedaan in ons leven. Dus zodoende is mijn vader naar huis gegaan. God sprak hem aan om vergeving te vragen. Dus hij ging dus vergeving vragen, zeg maar, aan al die mensen die hem... Hij ging iedereen langs in zijn telefoonboek, in zijn lijst. Iedereen die hem ooit gekwetst heeft. Iedereen die hem ooit pijn heeft gedaan. Iedereen die hem ooit, zeg maar, dingen heeft meegemaakt of die hij zelf niet vergeven heeft. Hij ging zijn hele lijst aan, hij ging al die mensen om vergevenis vragen. En hij zei ook tegen die mensen, ik had jou altijd in mijn hart gesloten. Ik wil nooit meer met jou te maken hebben. Ook al heb ik jou vergeven, maar ik had jou nog in mijn hart, dit, dat en zo. Toen zei hij van, vergeef mij, zeg maar, en ik laat je los vandaag. Ik deed het niet eens van hun, maar ik deed het voor mijzelf, omdat ik, zeg maar, zag dat ik vergeving moest vragen aan al die mensen. Dat is wat God mij toedroeg om te doen. En toen hij dat had gedaan, zijn hele lijst, alles afgegaan. Hij heeft zijn trots opzij gezet om vergevenis te vragen. Voelde hij zich heel lichtig. Hij voelde zich heel luchtig. Van, wauw, hij voelde gewoon dat er een last van zijn schouder was weggegaan. Dat er een zorg van zijn schouders was weggegaan. Hij voelde zich gewoon licht van, wauw. En vanaf dat moment, hij zei, ik voelde al eigenlijk een beetje de genezing in mijn lichaam. Maar niet helemaal, maar gewoon de geestelijke genezing. Dit is hoe God begint. Als hij iemand vergeeft, hij begint ook gewoon, je moet je mind eerst goed hebben met God. Je moet je lichaam, je mind eerst goed hebben. God gaat aan het werk in je hart, in je mind. God wil je genezen, niet alleen je lichaam, maar ook je geest, je mind, alles. En op een gegeven moment, zeg maar, dus hij vroeg die vergeving zo. En zodoende gingen ze verder bidden met mijn moeder, verder bidden, dit, dat. En ze kijken altijd, zeg maar, naar profetes Frida. Ik kijk ook naar, heel veel mensen kijken dat. Dat is een profeteuse, zij doet altijd gebeden, bijbelstudies, alles zoals ik die doe. Online, zij komt van Frankrijk. Zij doet die bijbelstudies en zo. En ook preken, gebeden, ze helpt mensen echt gewoon met bidden, met heel veel dingen. Ze doet de genezingen. En op één dag waren ze, zeg maar, aan het bidden en zo, weet je wat mijn vader zegt, toen hij ziek was. Hij voelde ook gewoon, hij had allemaal van die bobbels in zijn lichaam en dan weer hier. En dan voelde gewoon de hele tijd als er constant iets in zijn lichaam aan het lopen was. Iets in zijn lichaam aan het bewegen, aan het wandelen was, zeg maar. En op een gegeven moment, ze waren aan het bidden, aan het kijken naar die live-uitzending. En toen zei die vrouw gewoon in de geest van, ik voel dat er iemand is die iets in zijn lichaam aan het bewegen is. Dat iets in zijn lichaam, dat hij ziek is en dat hij iets voelt in zijn lichaam bewegen. Dit dan. Als jij die persoon bent, raak die plek aan en ik zal voor jou bidden. Dus zodoende waren ze aan het bidden. Mijn vader raakte die plek aan die hij voelde dat hij dat hem aan het kwijlen was. En die vrouw ging bidden. En op een gegeven moment van, ik bevrijd het in de naam van Jezus. Want God, Jezus heeft de ziektes aan het kruis genomen. Ontvang de gezegening, ontvang de genezing in de machtige naam van Jezus. Maar die grote geloof dat mijn vader al had. Vergeving dat hij had gedaan. Want daarvoor
had hij al die banken, kaarten, alles had hij al aan mijn moeder gegeven. Codes laten zien, alles laten zien van dit is voorbereiding op wanneer je wel gaat sterven. Van voorbereiding, dit is zeg maar, dit is wat jij ervoor moet zorgen als ik er straks niet meer ben. En die vrouw ging bidden voor genezing. En op een gegeven moment, mijn vader zei, toen was ze klaar. Ik voelde gewoon alsof er iets uit mij wegging. Ik voelde gewoon dat er iets onmiddellijk uit mij... En onmiddellijk ontving hij zijn genezing. Hij ontving onmiddellijk zijn genezing. Hij voelde gewoon dat zijn lichaam bevrijd was, zeg maar. Hij voelde dat zijn vlees, dat zijn lichaam, dat iets uit hem was gekomen. En onmiddellijk voelde hij die genezing. Hij voelde gewoon, en die hoofdpijn, want hij ging acht paracetamol drinken per dag. Alles wat hij at, moest hij gelijk overgeven. Ik weet niet of mensen ooit, kanker is echt een hele verschrikkelijke ziekte. Ook nog aan je botten. Hij was echt zo ziek. Hoofdpijn, dit. Hij zei op dat moment de hoofdpijn, de lichaampijn. Alles was in één keer verdwenen, zeg maar. Alles was gewoon verdwenen, was gewoon genezen. Hij voelde gewoon dat die ding wat hij voelde door zijn lichaam heen, voelde hij niet meer. Hij voelde zich gewoon in één keer beter. Hij kon zelf springen en alles en zo. Hij voelde zich beter. En God, Jezus, heeft hem genezen. Mensen, beseffen jullie wat het is van botkanker? Iets wat ongeneeslijk is. Jezus heeft hem genezen. Op een gegeven moment, hij en zijn vrouw gingen God danken. Mijn broer ging God danken, bidden, aanbidding. Hij voelde gewoon die genezing. En mentaal, God heeft hem genezen en lichamelijk. Dus hij ging weer naar de dokter om testen te doen, uitslag. En de dokter gaf hem 1 maand. Van, na 1 maand wil ik jou weer zien. Want hij zei al, over 1 maand zal je botten helemaal kapot zijn. En je zal niet meer kunnen lopen. In een rolstoel belanden en daarna zul je sterven. Hij ging naar de dokter, ze gingen de foto's, scan dit, alles en zo doen. Hij kwam bij de dokter, eerst bij de arts, de grote ziekenhuis. En die man kwam binnen met die uitslag en die test en zo. En die zei, en die was zo verbaasd, zo versteld. Die zegt, meneer. Bent u degene die hier... Weet je wel? Hoe kan dit nou? Zei die dokter, die arts. Jouw hele lichaam. Jouw botten zijn weer normaal. Jouw bloeddruk is normaal. Alles is hersteld in jouw lichaam. Maar hoe kan dat? Weet je wel? En die man die kon het niet geloven. Die was echt versteld dat iemand met botkanker in 1 keer genezen is. Dat al die pijn... Dat gewoon mijn vader zegt ook, ik voel me goed. Ik voel die pijn. Die man zegt nog, maar je moet wel die chemotherapie afmaken. Mijn vader zegt, nee, maar waarom zeg je tegen mij dat ik chemotherapie moet nemen als Jezus mij al genezen heeft? Mijn vader zei tegen die arts, ik zei toch tegen u dat mijn God mij gaat genezen. Zolang God niet het laatste woord heeft gezegd over mijn leven, dan kan er niks, de dood, de pijn, de ziektes, niks kan mij maken. Want het was, God heeft nog niet het laatste woord gezegd. Die dokter was versteld, alles was hersteld, alles in zijn lichaam was hersteld, was weer goed. En het was gewoon ongelooflijk, het was gewoon echt wonderbaarlijk, zeg maar, dat alles gewoon weer goed was. Zodoende ging hij weer naar de dokter, om zeg maar te kijken van, hé, met zijn lichaam dit, dat en zo. Die dokter die zei, ik ga een boek schrijven over jou, was ook zo versteld. Hij kon het niet geloven, hij kon binnen, hij was helemaal verbaasd. Mijn vader zei ook tegen hem, van, ik had u ook gezegd toch, dat mijn God mij zou genezen. Zijn bloed was normaal. Zijn botten waren normaal. Hij kon weer eten zonder over te geven. Hij had geen hoofdpijn meer. Koorts, 8 paracetamol per dag. Alles was gewoon weg, verdwenen. Want als God jou geneest, doet hij het niet half. God heeft hem genezen. En die dokter zei, mijn vader zei tegen die arts, nu zult u een boek gaan schrijven. Weet je wel? Lachend, blij. En die arts kon het niet geloven. Bid dat die arts zijn leven ook aan Jezus heeft gegeven. Hij kon het niet geloven dat in zijn hele carrière als dokter, als arts, heeft hij nog nooit gehad dat iemand genezen was van deze ziekte, zeg maar. Uit zichzelf of in zo'n korte tijd. Zodoende, zeg maar, hoop ik dat deze man ook die boek voor hem gaat schrijven en zo. Maar door zijn geloof in Jezus Christus, heeft Jezus Christus hem gered en genezen van deze ziekte. Van iets wat ongeneeslijk is. Van iets wat geen enkel mens kan genezen. Jezus heeft hem genezen. Hij is beter. Ik heb vorige keer nog met mijn vader gewandeld. En later vertelde hij ons dit. Want dit hield hij ons voor ons geheim. Hij vertelde ons dit later. We waren allemaal zo verbaasd. We konden niet geloven. Maar pap, hoe kon je dit geheim houden? Hoe kon je ons dit niet vertellen? En hij ging vertellen. Hij ging zijn hele verhaal. Jullie hebben die getuigenis gehoord. Als je dat niet gehoord hebt, hoor het maar van hemzelf. Die komt straks ook op YouTube. Of die staat ook op YouTube. Dat God heeft hem genezen. Waarom? 1. Omdat hij vergeving heeft gevraagd voor al zijn zonden. En ook wat in de Bijbelvers staat. Vergeef ons onze schulden zoals wij ook anderen vergeven.
Mensen, als jij genezing wil ontvangen, moet jij eerst vergeven. Als er mensen in je leven zijn op dit moment die jij nog nooit hebt vergeven, die jij boos op bent, met wie je nog ruzie, drama. Daarom, als ik iets meemaak in mijn leven, ik heb mezelf moeten onderzoeken. Ik heb iedereen die ik dacht ook nog boos op was, op wat dan ook, heb ik berichten gestuurd en goed gemaakt. Als iemand mij pijn of kwaad of iets gebeurt, ik kan niet slapen. Jezus zei, maak het goed dezelfde dag. Maak het gewoon goed. Je kan niet met woede gaan slapen. Wat als Jezus terugkomt en je bevindt jezelf in die woede, in die kwaad? Wat kost het jou om iemand te vergeven? Wat kost het jou? Behalve jouw trots. Maar wat is trots? Is een zonde. Vraag vergevenis aan Jezus. Als je genezing wil ontvangen, er is geen genezing zonder vergeving. Er is geen genezing zonder vergeving. Hoe moet God jou genezen als jij andere mensen niet vergeven hebt in jouw leven die jou iets mis hebben gedaan? Die jij nog gesloten hebt in je hart, omdat die ex, omdat diegene jou dit en dat heeft aangedaan. God zal afhandelen met hem. Maar jij kan hem ook tot geloof brengen, getuigen, omdat jij hem vergeven heeft, kan er ook iets in hem losgaan van wauw, kijk, ondanks alles wat ik diegene heb gedaan, dat hij mij vergeven heeft. Met vergeven bedoelen ze niet, zeg maar, dat je in één keer vergeven, dat je beste vriendin, of dat je in één keer kumbaya met elkaar moet gaan eten. Maar ja, het is vergeven. Het is vergeven en vergeten en het is klaar. Zoals God dat ook bij ons doet. Vergeven en vergeten en het is klaar. Snap je? Dat is de echte vergeving die God, Jezus, voor ons vraagt. En door zijn vergeving te vragen aan al die mensen heeft, en door zijn geloof. Je moet ook geloof hebben. Als je bidt en God vraagt, je moet ook geloof hebben. God heeft hem door zijn geloof genezen. Omdat hij geloofde. Voordat ze zeiden van je bent ziek, je hebt dit, dat. Hij zei nee. Daarom, je moet niet gelijk accepteren wat ze tegen jou zeggen. Van je hebt dit en dat en zo. Nee dokter, ik heb dat niet. Ik ga niet sterven. Ik zal genezen. Ik zal zegevieren. Ik ga dit niet meemaken. Zo moet jij gaan praten. Zo moet jij gaan getuigen. Zo moet jij gaan praten over wat God voor jou heeft gedaan. Accepteer het niet. Dan zul je zien wat God voor jou gaat doen. Dus dit is de getuigenis van mijn vader. God heeft hem genezen. Door vergeving. Doordat hij mensen heeft vergeven. Ik heb mezelf onderzocht. Alle mensen die ik verkeerd heb gedaan of mij verkeerd heb gedaan, heb ik vergevenis om gevraagd. Als ik iemand vergeten ben, vergeef mij. Hierbij nog, vergeef mij. Echt, met mijn hele hart oprecht. Want niemand is perfect. En God, u ziet mijn hart, u ziet mijn ziel. Vergeef mij. En ik vergeef ook elke persoon die mij iets kwaad hebben gedaan. Sinds ik dat heb gedaan, het heeft mij ook een paar dagen gekost nadat ik deze getuigenis had gehoord. Ik dacht van, als mijn vader dat doet, dan waarom zou ik dat ook niet kunnen doen. Ik voelde mij vrij. Ik voelde mij vrij. Ik voelde mij vrij. En ik zat ook ergens mee met een lichamelijke stress en probleem. Doordat ik, nu snap ik het, waarom ik nu de genezing heb ontvangen. Omdat ik letterlijk ook mensen, amen, nu snap ik gewoon waarom ik de genezing heb ontvangen. Want ze gingen ook de handen op mij leggen in de kerk 2 weken geleden. Terwijl ik hier al zo lang mee liep. En ondanks dat je vraagt om genezing, dit, dat. Maar ik heb deze genezing pas gekregen dus. Sinds ik oprecht vergevenis heb gevraagd aan God voor al mijn zondes. En andere mensen heb gebeld om vergevenis te vragen voor mijn deel. Want het komt altijd van beide kanten. Daarom heb ik deze genezing ontvangen in mijn leven. Ik ga nog een andere dag vertellen wat de genezing is. Maar ik heb ook de genezing gevraagd ontvangen. Nu snap ik het door vergevenis. Doordat ik daarvoor, voordat ze de handen op mij legden die zondag in de kerk. Heb ik vergevenis gevraagd voor mijn zondes. En God heeft in mijn leven, heeft hij mij vergeven. En daarom, ik kan niet meer stilstaan. Ik kan niet terugkeren naar de wereld. Ik kan niet terugkeren naar mijn leven van vroeger. Als jij hoort dat mijn vader aan het sterven was. En dat God hem aan het leven terug heeft gebracht. Van hepatitis. Van corona. En nu ook van dit. Van iets wat niet genezen valt. Van botkanker. Heeft God hem teruggebracht in het leven. Hoe kun je nog twijfelen aan deze God. Er is geen dokter, er is niemand, geen andere arts, geen andere goden. Alleen Jezus, die mij gered heeft van de verdrinking. Toen ik het niet meer zag, toen mijn leven voorbij was, de duivel van mij pakken. Maar Jezus zei, het was nog niet jouw tijd. Dus precies wat Jezus nu heeft gedaan in het leven van mijn vader. Het was nog niet jouw tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de getuigenis van mijn moeder. Of over andere getuigenissen die hij heeft gehad. Jezus is waar, Jezus leeft, Jezus is echt en hij komt binnenkort terug om ons op te halen. Vertel dit aan iedereen, deel deze boodschap met iedereen. Zodat ook zij het woord van God zullen horen, het evangelie van God. Want vele mensen denken dat God slaapt, maar God slaapt niet. Roep hem en hij zal geopenbaard worden in jouw leven.
Roep, bid tot hem en hij zal zich openbaren. Hij slaapt niet. Hij was de God die toen met Adam en Eva was, met Abraham, met David, met zijn eigen zoon, met de discipelen waren. En hij is de God die nu op dit moment vandaag met jou en mij is. Jezus leeft. Jezus is echt. Zijn woord is echt. Zijn liefde voor jou is echt. Hij heeft zijn zonde gedragen aan het kruis voor jou. Jezus leeft. Jezus is echt. Als je je leven nog niet hebt gegeven, geef je leven aan Jezus. Bid straks deze gebed met mij, zodat ook jij de verlossing zal krijgen om deel uit te maken van zijn koninkrijk. Vergeef mensen die jou hebben pijn gedaan, zoals jij wilt dat God jou gaat vergeven voor jouw zondes. Laat het los. Het zal jou zo een bevrijding geven. Het zal jou zo rust geven dat jij echt versteld zult staan, dat jij nog nooit, je zult je vrij voelen. Want Jezus zei, kom naar mij toe en ik zal je vrede geven. Een vrede die de menselijke besef daarboven gaat. En dat is de vrede die God ons geeft. Ik voel mij vrij. Mijn vader voelt zich vrij. Omdat we vergeving hebben ontvangen van Jezus Christus. Door vergeving komt er allerlei genezingen. Ik ben genezen. Ik heb wijsheid. Alles wat je vraagt aan God, zul jij ontvangen in jouw leven. Omdat jij mensen hebt vergeven. En omdat jij de vergeving hebt gekregen van God zelf. De mens bepaalt in zijn leven, in zijn hart, wat hij wil doen. Maar de Heere heeft het laatste woord. Dat staat in Spreuken 16 vers 9. Ik wil jullie echt bemoedigen met deze boodschap. Om te geloven in God. Geloof dat hij wonder kan doen in jouw leven. Geloof dat hij gestorven is aan het kruis voor jouw zonde. Geloof. En je zult gered worden. Geloof gewoon. Dat is het enige wat je moet doen. Vergeving en geloof. En hij zal ook een wonder doen in jouw leven. Laten we bidden in de naam van Jezus. God, ik leg deze moment in uw handen. Ik wil u danken voor deze mooie getuigenissen dat u ons hebt gegeven. Dat u ons hebt laten zien en horen, Vader God, dat u de enige ware God bent. Dat u de dood, de pijn, de zonde, alles, alles aan het kruis heeft gedragen en ons leven heeft gegeven. Dank u, God, voor deze dag. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw kracht. Dank u voor de genezing. Dat u mij hebt genezen van de dood. Dat u mij hebt gered van de dood, want het was mijn tijd nog niet. Dat u mij genezen hebt van wat mij al jaren kwelde. Doordat ik vergeving heb gegeven en gevraagd. Dat u mijn vader hebt genezen van iets wat de mensen zeiden dat het niet mogelijk was. Dat het ongekend en onmogelijk was. Maar u heeft vergeven, God. U heeft genezen en u heeft zo bewezen dat er een God bestaat. U heeft bewezen dat u, zeg maar, de hoogste Heer bent en dat u het laatste, het eerste en het laatste woord heeft in ons leven. Zodoende wil ik ook bidden, God, voor alle mensen die ziek zijn op dit moment. Laat de kracht van deze getuigenis, Vader, de zieken genezen in de kracht en in de machtige naam van Jezus. Laat elke persoon die ziektes hebben, Vader God, in hun leven dat ongeneeslijk is of dat het psychisch, mentaal, lichamelijk is, laat ze de genezing ontvangen van de Heer Jezus op dit moment, bid ik in de machtige naam van Jezus Christus. Elke persoon die worstelt met depressie, met strijd in zichzelf, ontvang de genezing van Jezus Christus op dit moment in de naam van Jezus Christus. Elke persoon die worstelt met lichamelijke problemen, Vader, in de bloed, in de hersenen, in zijn lichaam, wat ze ook maar kwelen, Vader. De duivel heeft geen macht over ons, want Jezus, u heeft alles gedragen aan het kruis en u heeft de macht gekregen boven de hemel en aarde. En door die macht, Vader Jezus, heeft u ons opgedragen om te kunnen binden, Vader. Dat alles wat we zullen ontbinden en binden in de hemel, dat ook in de aarde zal gebeuren. Dat in de hemel zullen binden, dat ook op aarde zal gebeuren. Ik ontbind elke ziekte, Vader. Elke kwijling, elke pijn, elke mentale issues in iedermans leven, Vader. Ik ontbind het in de machtige naam van Jezus Christus. Dat de mensen die dit zullen lezen, die dit zullen horen op dit moment, dat de kracht van de Heilige Geest op pad zal gaan. Door deze scherm de genezing zal brengen, Vader. Over elke persoon die ziek is, zodat niet mijn naam, niet onze naam, maar uw naam, Jezus, vereerd zal worden, Vader. Doe wonderen op dit moment. Stuur engelen voor wonderen om te genezen elke persoon, Vader, die ziek is. Ik bid voor de genezing van de kracht van de Heilige Geest op dit moment in de machtige naam van Jezus. Ontvang de genezing. Ontvang de kracht van de Heilige Geest van God. Ontvang de vergevenis van God. God, vergeef hun de zonden, Vader, zoals wij ook anderen vergeven
Raak hun harten aan om de eerlijke, oprechte vergeving te bidden en te vragen. En vergeef hun ook zoals zij ook anderen vergeven. Open hun hart, breek hun hart, Vader, zodat zij hun trots opzij zullen zetten om vergeving te vragen aan alle mensen die hun pijn hebben gedaan. Zodat zij ook de vergeving zullen krijgen en de genezing, want er is geen genezing zonder vergeving. Vergeef hun de schulden, vergeef de mensen die hun pijn hebben gedaan. En breng vrede tussen de mensen, Vader. Breng vrede in hun gezinnen, in hun families die gebroken zijn door de leugens van de duivel. Breng vrede, Vader, tussen hun en de vriendschappen die ze ooit hadden. Breng vrede aan de machtige naam van Jezus. En breng de verlossing en de genezing en de kracht en de moed van de Heilige Geest op dit moment. Ik bid voor de genezing. Ontvang deze genezing. Ontvang de genezing over jouw ziekte. Ontvang de genezing over jouw mentale hulp. Ontvang de genezing over elke kwade geest die jou probeerde het leven zuur te maken. Ontvang de genezing en ik verbreek de ontbind de genezing in jouw leven. Ik verbind, ontbind de ziektes in jouw leven. En ik roep de genezing. Ontvangend, ontvangend, ontvangend. In de machtige naam van Jezus Christus bid ik zo. En geloof, Vader. Geloof dat u de genezing hebt ontvangen. Bid en dank God voor jouw genezing. Bid en dank God dat hij jou verlost heeft. Want wie gelooft met heel zijn hart is genezen. Wie gelooft met heel zijn hart dat Jezus Christus de Zoon van God is, heeft de redding ontvangen. Vader God, ik bid voor alle mensen die u niet kennen. Ik bid dat zij vandaag, Vader, hun leven aan u zullen geven. Open hun harten, breek hun harten, dat na het horen van deze boodschap, dat zij hun leven aan u zullen geven. Zodat zij zullen, omdat zij gehoord hebben van, wauw, er is een God die bestaat. Er is iemand die om ons geeft, die ons een gratis verlossing geeft. U vraagt ons niks, u hoeft niks van ons, geen rijkdommen, geen geld, u hoeft niks van ons, maar u geeft ons gratis deze verlossing. En voor niks, het enige wat u ons vraagt is om te geloven in u, God en uw Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest van God. En vandaag bid ik voor alle mensen die u niet kennen, Vader, dat zij tot u mogen keren. Raak hun harten, vervul hun harten met de kracht van de Heilige Geest van God, zodat zij de kracht en de moed en de trots zullen vinden in u, Vader. Genees, Vader, de zieke. Openbaar u aan mensen die u nodig hebben, die u zoeken, Vader God. En dat bid ik zo in de machtige naam van Jezus. Wil je gered worden? Wil je de genezing ontvangen? Wil je leven aan Jezus geven nadat je dit hebt gehoord? Bid deze gebed met me mee en ontvang vandaag de verlossing van de Heer Jezus. Heere God, ik kom tot u. Ik kom mijn zondes bekennen voor uw troon. Ik besef dat ik een zondaar ben, af van de dag dat ik geboren was. Vandaag wil ik me afkeren van al mijn zondes. Ik kom naar u toe, Vader, om vergevenis te vragen. Wilt u mij vergeven van mijn zondes? En wilt u mij reinigen met uw heilige bloed? Ik geef mijn leven vandaag aan u, Vader. Nadat ik gehoord heb over deze getuigenis, ik geloof in u, God de Vader. Ik geloof in u, de Zoon Jezus Christus. En ik geloof in de Heilige Geest van God. Raak mijn hart. Transformeer mijn hart. Vernieuw mijn hart. Ik nodig u uit om plaats te komen nemen in mijn leven. Kom, Jezus Christus. Neem de plaats in mijn hart. Vernieuw mijn denken. Vernieuw mijn hart. Ik wijd mijn leven toe aan u. Vanaf dit moment beloof ik dat ik wil wandelen in uw licht, Vader. Ik wil wandelen in uw genezing. En ik wil wandelen in uw waarheid. Neem de controle over mijn leven. En help mij om op het goede pad te blijven. En vergeef al mijn zonden zoals ik ook andere mensen vergeef. En laat uw geest, Vader, in mij wonen. En controle nemen over mijn leven. In de machtige naam van Jezus wijd ik mijn leven aan u toe. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Dank u wel mensen dat jullie gevolgd hebben. Dank u wel voor dit gebed. Mogen de Heer Jezus Christus jullie genezen. Jullie kracht geven. Jullie moed geven. Jullie bemoedigen. In alles wat je gaat doen. Dat Jezus Christus jullie zal genezen en helpen. Vertel dit. Verspreid het woord. Vertel het aan iedereen die je kent. Zodat ook zij het evangelie zullen ontvangen. En ook zij de genezing in hun leven en hun familie. En vergeef mensen die jou hebben pijn gedaan. Dank u wel voor het volgen. Dank u wel. Deel dit met iedereen die je kent. Alle eer en glorie naar de Heere God Jezus Christus. Voor altijd en eeuwig. Amen. Dank u wel mensen. God zegen.